Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie me zien, dan weten jullie dat het tijd is voor een nieuwe editie van Q-Time. En Q-Time, quality time, kan op zoveel manieren hebben, maar vandaag ga ik het doen in een heel gezellig gesprek met een super creatieve link genaamd Rafiek Rono Di Meggio. Hi Rafiek. Hallo. Hoe gaat het? Gaat goed, dank je. Ja, het gaat. Ja. Maar okay. Babes, we gaan een luchtig gesprek natuurlijk, hebben. Natuurlijk, Yes. Rafiek. Yes. Is een creatief. Ho, man! Dat is goed, man! Maar dan gewoon even bloesem, toch? Ja, wel los. Natuurlijk, oké. Hey. Oké. Maar mensen willen zien waar ik ben. Ja, zo ben je, zo ben je. We gaan lachen, ja. Laat maar die mensen even vertellen. Voor ik naar jou kijk, dan ga ik lachen. Rafiek is een welbekende Surinamer aan het worden, die regelmatig viraal gaat op Facebook voor zijn creatieve post voor het promoten van zijn Duits. En hij doet eigenlijk nog veel meer. Dus daarom zit ik hier met jou, want ik wil weten wie de Rafiek eigenlijk is. De man achter de Duits, de man achter de post van Sandra, de man achter alle virale posts op Facebook. Ja, als eerst, mijn naam is gewoon Rafiek Rono Di Meggio. Ik ben een hele simpele jonger, gewoon bescheiden, weet je toch. Wel een beetje druk, dramatisch, aandacht, weet je toch. Maar het gaat allemaal om, weet je, je moet de mensen bezighouden. De mensen moeten lachen. We leven in een periode waarbij we met heel veel stress, heel veel ruzies, heel veel haat. En ik probeer nog altijd een smile op ieder gezicht te zetten. En dat is wat ik doe. Well, het is je in ieder geval binnen de eerste 10 seconden direct gelukt. Ja, om te proberen. Dat doet moeite. Ja. Oké. We hadden een voorgesprek en daarin gaf je aan dat je op een bepaald moment minder geld had en je bent gaan denken van oh my god, ik wil meer geld hebben. Ja, en je bent opties gaan zoeken. Hoe is dat eigenlijk gegaan voor je? Het is echt proberen en creëren, weet je. Je moet gewoon niet op één plek of één plaats blijven werken. En je moet nog altijd een uitweg, precies als wat de meneer zegt, liggen in de tunnel zoeken. De meneer, ja. Goed, anyway. We gaan niet over de meneer praten, we praten over jou. We moeten letterlijk liggen in de tunnel zoeken voor jezelf. En dat is wat ik was gaan doen. Dus het is me gelukt, weet je. We hebben heel veel dingen gedaan in het verleden. In die zin van heel veel andere werkjes, andere soort behalve David, toch, hebben we heel veel gedaan. Wat heb je allemaal gedaan dan? We hebben eten verkocht. Barkat, weet je, als je bekend daarmee bent. Eten in blad, maar familie Barkat. Weet je, we hebben de constructie gedaan. We hebben canvasdoeken gemaakt met de schilderijen. Zo. Mensen konden schilderen. In de periode van COVID, dat de mensen niks hadden. Ja, ze hadden niks te doen. En dan zeiden van, weet je, daar was iets in me opgekomen van, we moeten iets voor de mensen doen die thuis zijn. En dan, zo heb ik schilderijen, doeken gemaakt. En dan toen gingen ze bestellen en dan daar was alles ook aan begonnen. Oké. Ja. Je hebt zoveel gedaan en toen dacht je, oh my god, weet je wat? Dood. We gaan dood nu gewoon doen. Ja, klopt. En niet gewoon een dood, Dynasty dood. Ja. Dynasty, ja, klopt. Wat is het verhaal daarachter? Het verhaal daarachter is samen met een hele goede mattie van me, Casey, die is op dit moment werkt bij de overheid. Maar we waren samen begonnen. Hij is natuurlijk als eerst begonnen met het hele bedrijf. Op een dag waren ik vroeg hem van, wat kunnen we samen doen? Toen zei hij van, weet je, hij verkoopt wat ik kan eten verkopen. Dus maar wij gingen naar de mensen toe, huis aan huis, bedrijf aan bedrijf, kantoor aan kantoor, scholen overal. Gingen dan vragen, mevrouw, meneer, bent u geïnteresseerd in onze Dawet en onze eten? En dan zo gingen we dan persoonlijk naar de mensen toe. En dan zo is aan die band in onze kleine business aan gegroeid. En heel later dan moest hij gedag zeggen. Maar natuurlijk is hij er nog. Mijn gedag in de zin van, ik moet het nu alleen gaan doen. Maar hij is gewoon achter de schermen. En dan zo is dat allemaal in ontwikkeling gebracht. Is dat gaan groeien. Ja. Alright. Het dood is gekomen en het werd verkocht. Maar jij bent gewoon doorgegaan, want jij dacht, we gaan meer reclame hiervan maken, we gaan meer bekendheid hier aan geven. Ja, en plotseling was je niet weg te denken op iedereen's tijdlijn. Ja, klopt. Ja, dat was ook de bedoeling, omdat ik weet van, weet je, als geen goede promotie is, geen koopkracht,
Dus dat zorgt ervoor dat je nog steeds meer klanten krijgt. Uiteindelijk, je hebt natuurlijk heel veel influencers in Suriname die een steentje bijdragen aan dat hele proces van je. Maar uiteindelijk moet je zelf gaan doen om je eigen product te gaan promoten. Hoe ga je dat doen? Je moet gaan denken, creëren. Soms een beetje stressen, maar het lukt wel. Dat is aan het gebeuren. Ja. En nu ben je een bekende naam, zeg maar, als social media influencer. Ja, toch? Geen influencer, man. Wat ben je dan? Nou, gewoon, ik want je hebt wel heel veel invloed op de rest. Want wat je hebt gemaakt met die Sandra-post en die andere korte filmpjes. Ja. Ik noem het gewoon, zeg maar, het is gewoon alleen maar liefde geven aan de mensen. Weet je, liefde, zeg maar, de warmte geven aan de mensen die ze nodig hebben. Sommige mensen hebben echt een moment van, weet je, ze zien het leven ook niet meer zitten. Mm-hmm. En dan denken ze een heleboel gekke dingen. En dan komt er bijvoorbeeld zo'n gekke post van, weet je, Rafik of wat dan ook, Dawid. En dan zie je van, en dan denk je van, zomaar denk ik dan iets, zeg je toch aan iets negatiefs. Dan geeft dat weer een boost aan zo iemand. Om door te gaan. Ja. Oh, dat is een mooie achterliggende gedachte. Ja, zeker. Dus je hebt dood gedaan, je hebt geklust, je hebt verkocht, je hebt eten gemaakt. Ja. Maar nu heb je zeg maar iets, het is best wel stabiel en het gaat door. Maar je wil meer, of je gaat door, je gaat meer dingen doen. Ja, sowieso. We willen natuurlijk heel veel. Maar ik heb laatst zelf weer met iets anders. Ja, ik was bezig iets te proberen. Mm-hmm. Dat goed toch in elkaar zetten. Ja. Maar ik zag van, weet je, de tijd, de energie, de spanning die je ervoor moet zetten, het is intensief. Dus ik dacht van, laat ik even eerst focussen op één ding en daarna gaan we kijken wat we dan verder kunnen doen. Want als je bijvoorbeeld aandacht voor twee dingen moet zetten, moet je echt all in gaan. True. En dat is veel spanning. That's a lot of work. Ja, klopt. Maar je doet het ook niet alleen. En dat is wel iets wat ik admire van jou. Het is natuurlijk moeten we het allemaal samen doen. Want samen kunnen we veel meer dan alleen. Ja, sowieso. Maar je gebruikt je platform ook om andere mensen zichtbaarheid te geven. Ja, klopt. Is dat intentioneel of word je daar speciaal voor benaderd? Kijk, in het begin, weet je, ik werd benaderd door heel veel andere, hier mag ik het wel gebruiken, influencers. Mm-hmm. En zeg maar, net als Kaylee, Essie, Joomington, ik weet niet of je hem kent. Mm-hmm. Ik werd gebeld door mensen en zij zeiden van, weet je, wat ga je die boost geven? Kijk, natuurlijk, het is betalen. Maar het is voor hun, zeg maar, zij van het, zeg maar, dat concept wat wij deden en hoe we dan op straat gingen. Mm-hmm. We gingen altijd met een soort van luidspreker, microfoon, weet je, mm-hmm, wat, we gaan protesteren. Daarmee gingen we letterlijk verkopen, hè. Yeah. En dan gingen we echt schreeuwen, dat is echt gekke. Laat me even horen hoe je deed. Echt gewoon letterlijk, dat heel de straten luidschreeuwen. Mm-hmm. En dan, mensen hielden daarvan. En dat gingen we ook natuurlijk filmen. En zo werden we dan benaderd, zeg maar, door andere influencers en zij zeiden van, weet je, we gaan je helpen. En dan zeg maar, zo een post kreeg dan 30.000 views, 50.000 views. En dat hielp heel veel voor, zeg maar, voor ons, mm-hmm, als beginneling. En daarna zeg maar, wij zijn dan toe gaan groeien. En dan hebben we onze eigen platform kunnen bouwen. En ik dacht van, weet je, als ik dan de liefde heb gekregen van hun, waarom kan ik het dan niet teruggeven aan, zeg maar, aan het volk. Mm-hmm. Ja, natuurlijk niet aan iedereen, maar de mensen die het nodig hebben. Ja. Dat klinkt wel politicus. Ja, maar natuurlijk, weet je, ieder die vraag of die belangstelling heeft van, weet je, oké, laten we het aan proberen. En het is gelukt. Ja. Je zit nu hier, je gaat nog zoveel dingen doen. Ja. Je bent bezig, want ik kijk naar je en ik zie hoe je hoofd gewoon doordenkt van, wat is de volgende stap? Wat is de volgende stap? Ja. Nu heb je dit al. Als mensen jou nu willen bereiken, voor wat dan ook, want je hebt zoveel dingen die je doet, maar als stel iemand heeft je nog niet gevonden op Facebook, maar wil nu je Dawid kopen of wil je voor iets anders benaderen, hoe kunnen ze je dan bereiken? Kijk, eerlijk gezegd, hoor, telefoon, ik krijg dagelijks mijn telefoon, dat gewoon bammen. Mm. Maar ik zeg nog altijd tegen mensen, alsjeblieft, heb je geduld. En het is niet dat ik niet op je berichten wil reageren, maar het gaat erom van dat ik nog niet op ieders bericht kan reageren. Mm-hmm. Dan zeg ik van, volg mijn Facebook gewoon en kijk even waar ik ben, zodat wanneer ik op één plek ben, dat de mensen gewoon naar me toe kunnen komen. Toch? En zeggen van, weet je, daar kan ieder, zeg maar, mijn Dawid kopen. Mm-hmm. Ja, dat. Oké, dus jullie mogen ze nummer niet? Ja, natuurlijk. Nee, want dat heb ik gevraagd. Oh. Je hebt gewoon gezegd, mijn telefoon is vol. Zoeken jullie op Facebook? Mijn telefoonnummer, als je alleen maar Dawid op Facebook schrijft, dan gaat hij mijn telefoonnummer overal zien. Nou, ja, prima. Dus,
Well, ik heb dit gesprek heel prettig ervaren. Yeah. En ik kijk naar je met een jonge Surinamer die bezig is, wil en gewoon doorgaat. Om het doel te bereiken wat je in gedachten hebt. En ik zie dat jouw doel steeds groter en verder gaat en breder. And I love that for you. En ik wil je heel veel succes daarmee wensen. Dank je. Ik vond het een leuk gesprek. En ik kan niet wachten om te zien wat je verder gaat maken, gaat doen. Yeah. Want je bent een creatieveling die naar het schijn niet te stoppen is. En ook niet moet stoppen. Dank je wel. Heb ik zeker nodig. Mm. Weet je, zulke kleine dingen, grote dingen. Grote dingen. En natuurlijk, het boost me natuurlijk ook. Mm. Weet je, soms heb je echt van momenten op de dag waarbij je zegt van, je wilt niet doorgaan, waarvoor doe ik het? Moet je het nog eigenlijk doen? En dan heb je dan zulke momenten waarbij je gewoon in de studio zit met jullie, Supreme natuurlijk. Oh, thank you. En mensen die je zeg maar gewoon zeggen van, hey, zij hebben je rug, toch? Ik heb je hand. Thank you. En dan, ik waardeer het zeker. Yes. Ja, yeah, man, thank you. I love it. En ik wil je bedanken voor het komen. Alsjeblieft. En ik ga netjes afsluiten, mag ik? Natuurlijk. Oké. Okay. Yeah, yeah. Well, nogmaals bedankt voor het komen. Ja. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Vandaag gaan we naar Rafiq Ronodimejo, de man van de Douwet op Facebook en die nog veel meer dingen doet. Ga jullie zijn pagina volgen. Als jullie zijn Douwet willen bestellen, Dynasty Douwet is dat ding. En als jullie meer tips willen of advies willen, hij is een super creatieveling die graag wil helpen en teruggeven, want hij apprecieert alle liefde die hij krijgt. En als hij de ruimte heeft, geeft hij het graag weer terug. Dus doe jullie je ding. Rafiq Ronodimejo is de naam. Ronodimejo, om het rustig te zeggen. Hou het in de gaten. Drie letter griep hoor. Ja. Ronodimejo. En... dit was het voor Q-Time. Jullie bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.